De eerste spreker is Tijmen Blankenvoort. Hij heeft zijn, zeg ik het goed Tijmen, je eigen consultancy? Ja, voor 1/5. Oké, 4/5. Gespecialiseerd in artificial intelligence. Hij houdt op dit moment permanent verhalen over artificial intelligence. Hij is, vanmiddag heeft hij al opgetreden in Amsterdam op een heel groot congres. Hij is direct in de trein gestapt om vanavond net op tijd hier te kunnen zijn. Dus een warm applaus voor Tijmen. Geweldig, bedankt voor de introductie. Ik voel nu echt geen last op mijn schouders. Mijn naam is inderdaad Tijmen Blankenvoort, CTO van Cypher. En ik kom jullie vandaag een intro geven aan AI. Ik hoop dat aan het einde van deze 25 minuten jullie helemaal op de hoogte zijn van wat er speelt. Heel kort even over Cypher. We zijn in 2013 opgericht onder de vleugels van Max Welling. Max is een van de grootste namen op het gebied van de AI in Nederland. Maar hij kent ook alle labs op Facebook en Google. En we pakken we als Cypher, pakken we hun technologie en passen dat toe voor allemaal bedrijven in Nederland te omstreken. Dus we maken echt AI-toepassingen live in bedrijven om value toe te voegen in de praktijk. Dat klinkt heel spannend en daardoor claim ik ook een beetje iets af te weten van AI en wat er nu speelt allemaal. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dat hoop ik. Daar gaan we. Nou, dat zijn onze klanten, allemaal toffe bedrijven. We zitten op dit moment eigenlijk een beetje in een soort van intelligente revolutie. En als je het nieuws bekijkt, zie je allemaal van dit soort toepassingen. We hebben allemaal gehoord van de zelfrijdende auto's die binnenkort komen. IBM Watson die kan Jeopardy spelen, hè? Beter dan alle mensen die dat doen. Relatief recent heeft Google een van de beste spelers in het spelletje van Go verslagen. Ook heel knap. Veel mensen dachten dat het in de komende 20 jaar niet gingen doen. Dat is nu al mogelijk. En bedrijven als Skype en Microsoft zijn bezig om live vertalingen te doen. Dat je gewoon tegen je computer kan praten. Dan wordt jouw stem omgezet in tekst. Die tekst wordt dan vertaald naar een andere taal. En dat wordt dan opgelezen in jouw stem, in die andere taal. Dat is briljant. Ik heb ooit Japans gestudeerd. Dat is compleet nutteloos straks, zeg maar. Klik. Ja, hebben ze. Op dit moment zitten we, voor mijn gevoel, echt in een soort van artificial intelligence jungle. Dus als je het nieuws leest, zie je allemaal dingen als we kunnen nu beeldherkenning beter doen dan mensen. Stephen Hawking en Elon Musk zijn bang voor artificial intelligence. Google is een AI-first bedrijf, wat dat ook mogen betekenen. IBM Watson helpt kanker met AI, ook briljant. Hopelijk straks wat over te horen in de tweede sessie. We zijn allemaal bang dat de Terminator de wereld overneemt. En je krijgt allemaal van die moeilijke ethische vragen. Hè? Moet een auto 5 mensen aanrijden of 1, et cetera? Dat kennen jullie allemaal wel. Nou, er speelt zoveel dat ik me wel eens afvraag. Hè? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat zit hier nou eigenlijk achter die hele AI-wolk? Die hele nieuwswolk? En eigenlijk hoop ik daar dus vandaag een beetje, daar een beetje duidelijkheid in te scheppen. Ik wil eigenlijk vandaag laten zien dat AI heel slim is. Dat AI heel erg dom is. En ook een klein beetje een tipje van de sluier op te lichten van hoe ik denk dat AI in de toekomst gebruikt gaat worden. Nou, leuk toch? Ja? Ja, een beetje interactie. Hey, goed zo, kijk. Komt ie maar. Oh, yes. Dit gaat goed. Als je het hebt over AI, begin je eigenlijk bij machine learning. Wie van jullie weet wat machine learning is? Dat zijn best wel veel mensen. Veel technische mensen hier. Ja? Niet echt. Het idee van machine learning is dat je eigenlijk de computer wil dat hij iets voor je doet. Nou, vroeger wilde ik ook dat ik de computer iets ging laten doen. Dus ik ging zelf leren programmeren. En daarna heb ik 3 jaar informatica opleiding gedaan om daadwerkelijk dat goed te kunnen. Daarna moet je nog meerdere jaren bij een bedrijf werken. En op een gegeven moment weet je een beetje hoe je moet programmeren en hoe je de computer iets voor je kan laten doen. Maar eigenlijk is dat een beetje een dom proces. Want dat hele programmeren gedeelte is gewoon heel erg moeilijk. En wij gebruiken die devices, je telefoons, je computers, elke dag. Het is heel moeilijk, want we proberen eigenlijk hele menselijke ideeën om te zetten naar regels van wiskunde en van logica. En eigenlijk zijn we daar met z'n allen niet zo goed in. Zou het nou niet veel makkelijker zijn als wij de computer zouden kunnen leren om iets te doen door het voorbeelden te geven? Dat zou veel makkelijker zijn. Net zoals als je een kind iets leert. Stel ik bijvoorbeeld dat ik mijn kind wil leren om auto's te herkennen. Nou, dan laat ik eerst een foto van een Ferrari zien. En dan zegt het kind, dat is een kever. En dan zegt hij, nee, dat is geen kever, dat is een Ferrari. En dan zegt het kind, Ferrari. En dan heeft het kind geleerd zo'n auto te herkennen. Tenminste, dat is hoe ik denk dat het gaat. Ik heb geen kinderen, maar dat is vast hoe dat ongeveer werkt. Dus je leert het kind aan de hand van voorbeelden iets herkennen. Daar gaat het om. Dus bijvoorbeeld... je gaat hem fixen. Helemaal goed. Ja. Dit is een 4. Dat zegt een persoon dan, en die kijkt dan naar het plaatje. En dat plaatje zit in de computer en bestaat uit pixels. Hè? Zwarte en witte pixels, eentjes en nulletjes. En dat is dan 1 voorbeeld voor bijvoorbeeld het herkennen van karakters automatisch op een brief. Nou ja, eigenlijk wil je zo'n voorbeeld pakken. En daar zegt een persoon dan van een 4, en dat geef je dan aan de computer.
En die computer moet daarvan leren. En als je dat nou heel vaak herhaalt, en voor zo'n taak heb je echt 60.000 voorbeelden nodig, 60.000 van die plaatjes waarvan een persoon zegt, dat is een 1, dat is een 2, dat is een 3, dan heb je een dataset, hè, input voorbeelden en output voorbeelden. De output is gewoon een 0, 1 of een 2. Die geef je allemaal aan de computer en die gaat er dan op studeren. Die leert dan eigenlijk een mapping maken, een soort van functie, tussen die input en die output. Na heel veel studeren heeft hij uiteindelijk die mapping geleerd. Heeft hij geleerd hoe die input en die output overeenkomen met elkaar. En uiteindelijk kan je hem dan een nieuw voorbeeld geven. Bijvoorbeeld dat plaatje. Heeft hij nog nooit gezien, dat plaatje. En daarvan zegt het algoritme, ah, dat is een 2. Dat is het idee van machine learning. Heel simpel. We hebben input dataset, output die je een persoon erbij geeft. En dat proberen dat aan dat computer te leren. Nou, dat klinkt heel makkelijk, iets moeilijker. Maar het lijkt heel erg op statistiek. Ik weet niet of jullie vroeger ooit van die natuurkunde-experimentjes hebben gedaan. Hè, met zo'n pendulum en dan moest je dan intekenen in zo'n diagrammetje. Niet echt? Nee? Allemaal alfa? Oh, jammer. Eens terug graag. Oké, eens terug? Ja. Nou, hoe dat eruit ziet, is dat je eigenlijk meetpunten maakt. Dus dat zijn van die blauwe punten die je hier ziet. Dat meet je gewoon. Hè? Hoe, wat is de uitwerking van de pendulum? Dat zet je op de x-as. En hoe lang duurt het dan voordat hij terug is? Dat zet je op de y-as. En elk blauw punt is een meting van jouw wereld, van jouw experiment. Dat is gewoon input en output. Hè? Input is de x-as, output is de y-as. En het model wat je daarop maakt, is niks anders dan een lijntje. Hè? Die kan je gewoon zo trekken. Dat is al een machine learning lijntje. Dat is gemaakt door een machine learning algoritme. Heel, heel complex. En wat je daar kan doen, is eigenlijk al die blauwe punten wegmikken. Wat hou je over? Die rode lijn. En dat is eigenlijk een beschrijving van je werkelijkheid. Nou, dat is heel tof. En dit is eigenlijk precies hetzelfde als wat aan het vorige voorbeeld gebeurde. Hè? Dat voorbeeld met die getallen en die plaatjes. Het enige verschil is dat die input x, hè, die dimensies, veel groter zijn. Je hebt niet meer 1x, maar je hebt 1x voor elke pixel in je plaatje. En je outputs heb je er ook wat meer van, namelijk eentje voor elk getal wat je probeert te voorspellen. Is het een 0, of is het een 1, of is het een 2? Maar uiteindelijk gebeurt er niks anders dan dit. Je pakt een input, dat map je naar de output. Gewoon zo'n lijntje trekken. Valt mee, toch? Maar dat blijkt heel erg lastig te zijn. Gelukkig zijn er ongeveer rond 2006, en heel erg populair geworden in 2012, is een algoritme genaamd deep learning ontwikkeld. En dat deep learning algoritme moet je eigenlijk een beetje zo zien. Als jullie naar dat plaatje van die eekhoorn kijken, kan iemand mij uitleggen waarom jullie denken dat dit een eekhoorn is? Zijn staart, ja, zo'n goeie. Ogen. Een nootje, ja, ik zie mezelf niet, maar volgens mij heeft hij iets vast inderdaad. Ja, ja, eigenlijk leggen we zo'n dier of zo'n plaatje uit in termen van subconceptjes, hè, losse onderdeeltjes. En elk van die losse onderdeeltjes, bijvoorbeeld dat oog, dat bestaat dan ook weer uit losse onderdelen. Want dat bestaat uit, hè, wenkbrauw, een beetje haar eromheen, een reflectie in het oog. En ook die dingen zien wij weer door overgangen in de pixels. Ja, als een zwarte pixel en een witte pixel overgaan, dan zien wij een randje. Dat gebeurt in de hersenen ook. We hebben 7 lagen in onze hersenen zitten, van steeds groter wordende complexiteit. Waar je eigenlijk begint met simpele overgangetjes te zien. En eindigt in neuronen die vuren op het moment dat jij bijvoorbeeld een gezicht ziet. Of dat jij een stoel ziet. En dat is dan een stoelneuron of een gezichtneuron. En dat is eigenlijk het idee van deep learning. Als wij een algoritme kunnen maken, wat eigenlijk van scratch af, van de ruwe data, dat kan leren, zelf die concepten kan leren. Dan heb je opeens een schaalbaar algoritme. Het ziet er ongeveer zo uit. Elk rondje is een neuron. Het signaal gaat van links naar rechts. Het begint helemaal links en gaat het zo naar rechts. Op de input zet je dan de pixels van je plaatje. En op de output zet je bijvoorbeeld een getalletje. En dat getalletje moet 1 zeggen als hier een kat is. Dan zit hier een kat in het plaatje. En hier een 1 als je een mens ziet in het plaatje. Heel makkelijk. En elk van die neuronen in dat netwerk, wat we programmeren in een computer, vuurt als je een bepaald patroon ziet. Bijvoorbeeld, dat neuron gaat vuren als je een diagonale lijn ziet. Dat gebeurt bij jullie in de hersenen ook allemaal ook. Want op het moment dat jij jouw ringtoon afgaat, is er een klein groepje neuronen die vuurt alleen maar als jouw ringtoon afgaat. Dus dat zijn eigenlijk gewoon jouw ringtoonneuronen. Die zijn alleen maar door je hersenen gemaakt voor daarvoor. Misschien herken je ook wel, als jouw ringtoon afgaat en je zit in de bus of zo, maar het is niet jouw telefoon, maar die van de persoon achter je, dan schrik je. Hè? Ken je dat? Nee, ben ik de enige die dat heeft? Ja, ik heb dat heel vaak. En ik heb altijd een standaard ringtoon, dus ik schrik er altijd van. Het is zelfs zo erg dat mijn huisgenoot zeg maar, heeft als een soort van wekker heeft ze mijn ringtoon. Dus dat gaat al helemaal mis. Maar goed, dat zijn dus die neuronen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En het netwerk trainen we precies hetzelfde. En de combinaties in de sommige lagen kan je weer samenvoegen naar andere concepten. Bijvoorbeeld je hebt een diagonale lijn zo en een diagonale lijn zo en 2 rondjes. Dan heb je een neus. En als je een neus kan herkennen, je kan ogen herkennen, kan je weer samenvoegen tot een gezicht. Nou, het spannende van deep learning is eigenlijk dat het hele netwerk van begin af aan helemaal random wordt gemaakt. En leert dan zelf die objecten herkennen.
Als je maar gewoon een groot genoeg dataset geeft van miljoenen plaatjes, leert hij dus gewoon die gezichten herkennen, die lijntjes en die kattengezichten. En dat is heel speciaal. En dat maakt heel veel mogelijk. Want waar we voorheen eigenlijk dat machine learning, hè, dat leren aan van voorbeelden, alleen maar konden doen met hele simpele data, kunnen we dat nu doen met hele complexe data. Hè, tekst, plaatjes, geluid, sensordata, maakt het allemaal niet uit. Als je maar genoeg data eraan geeft, genoeg voorbeelden van input en output, kan de computer zelf leren die dingen te herkennen. En dat is speciaal. Want het grootste gedeelte van onze levens bestaat uit tekst, plaatjes, geluid, etc. Wij zien elke dag zien met onze grote megapixelcamera's de wereld. En nu kan de computer dat ook analyseren. En dat stelt ons alweer in staat om algoritmes te maken die eigenlijk hetzelfde doen als wij. Hè? Auto's rijden, Go spelen, etc. Bijvoorbeeld, dit kun je doen voor plaatjes. Stel je hebt miljoenen plaatjes, er werden labels erbij, bijvoorbeeld ImageNet. Dat is een dataset met een miljoen plaatjes en 1000 verschillende objecten erin. Kan je eens een AI-algoritme geven, dan krijg je zoiets. Dit is een video die is opgenomen op een drone. En de drone is gemaakt door Qualcomm. En dit algoritme draait live op die drone. Dus gewoon een beetje dezelfde computing powers op je telefoon. En in real time herkent hij beelden. Dus hij herkent die drone, herkent een construction sign, een pallet, et cetera. En dat hele algoritme is getraind door mensen die gewoon hebben gezitten aanturven. Hè, dit is dat. En door heel veel voorbeelden te genereren, leert hij opeens dit doen. Snel genoeg dat het werkt op een zelf rondvliegende drone. Dat is best spectaculair, hè? Ik vind het echt heel spannend. We hebben nog wat andere voorbeelden. Bijvoorbeeld, stel je hebt 5000 audioboeken. Ja, dat zijn van die boeken, zoals Harry Potter. En die zijn door een van de persoon ingelezen, hè, met een hele zwoele stem. En dan heb je weer een dataset. Hè. Je hebt de input, je hebt output. De input kan een zin zijn die die persoon opleest. En de output is dan de tekst. Hè. Gewoon letterlijk de letters die erbij horen. Dan heb je een dataset. Die is vaak heel groot, want je hebt heel veel zinnen in een boek. Nou, dan kan je een deep learning geven. En dan krijg je Siri. Dus de spraakherkenning die in je telefoon zit, is op deze manier gemaakt. Vroeger waren dat allemaal academici die handmatig fietsjes aan het maken waren, allemaal natuurkundige dingen deden met wavelets en Fourier-transformaties. Nee, geef gewoon allemaal voorbeelden aan zijn algoritme en die leert uit zichzelf die spraakherkenning doen. En dat blijkt ook nog eens een keer veel en veel beter te werken. Waar accurate testers 10 jaar geleden misschien op de 85-90% kwamen, zitten we nu op 99%+. Dat merk je zelf niet in je telefoon, hè, want dat zijn allemaal een beetje het zijn datasets waar je mee werkt. Maar uiteindelijk wordt alle spraakherkenning nu op deze manier gemaakt. Best tof. Nog eentje terug? Mis ik er eentje nu? Oh, oké, ik mis er eentje. Goed zo, gaan we verder. Ja. En dit zit dus echt overal in. Dus Siri had het over gehad, daar wordt het in gebruikt, die deep learning technologie. Google Translate is tegenwoordig één groot neuraal netwerk wat eigenlijk vertalingen doet. Dat is heel spectaculair, want eigenlijk pakt dat netwerk een basistaal, zoals Nederlands, vertaalt dat naar een soort van computer-tussentaal. En die computer-tussentaal kan weer gedecodeerd worden naar elke andere taal die er maar is. Dat is super vet, want dus die tussentaal is eigenlijk een soort van, daar zit alle betekenis van die zin in, en kan je naar elke andere taal vertalen. Een soort van computer-esperanto, zeg maar. Hè? Niet dat iemand dat ooit spreekt. Maar je moet je voorstellen dat we misschien zelfs die tussentaal, dat we computers daarmee kunnen laten communiceren, in plaats van die inefficiënte taal die wij hebben als mens. Hè? Gewoon alleen maar de perfecte taal waar gewoon het begrip van die zin in zit. Nou, dat is Google Translate. Wat er op je Facebook-timeline verschijnt, is één groot neuraal netwerk. Hè? Elke advertisement, alle foto's worden geanalyseerd door deep learning. En elke advertentie ook. En Google, dat eigenlijk heel erg bekend is geworden door zijn PageRank-algoritme. Dat algoritme heet tegenwoordig RankBrain. Dat is een groot neuraal netwerk wat je zoekresultaten bepaalt. Dus eigenlijk maken we hier dagelijks allemaal gebruik van deze technologie. Wisten jullie dat? Ik hoor wat nee's, ik hoor wat ja's. Ik vind dat heel mooi. En dat werkt ook veel beter dan vroeger. En dat is ook waarom dit op zulke grote schaal wordt ingezet. Maar nu even terug naar artificial intelligence. Nu weten jullie wat machine learning is, jullie weten wat deep learning is. In ieder geval een beetje gemiddeld, hè? En ik zeg eigenlijk altijd met AI, AI is geen magie, maar functieapproximatie. Dat zeg ik voornamelijk omdat het rijmt, dat maakt helemaal geen sens. Maar als we even teruggaan naar dat plaatje wat ik jullie liet zien, van die blauwe puntjes en dat rode lijntje, gebeurt er nog steeds niks anders dan dat. Het is een input dataset en een output dataset die naar elkaar gemapt worden. Wat je overhoudt is het rode lijntje en dan gooi je de data weg. Dus al die applicaties, of het nou je Siri is, die van input naar output mapt, of het dat het nou een zelfrijdende auto is die honden moet herkennen in plaatjes, eigenlijk is het allemaal hetzelfde principe. Alle AI-oplossingen die zo spectaculair lijken op dit moment, worden eigenlijk op deze manier gemaakt. Je hebt machine learning,
Je hebt een dataset met heel veel voorbeelden erin, want dat heb je nodig om dat netwerk te leren. En daarna is er nog best wel wat handwerken, programmeerwerk voor mensen zoals ik, om allemaal scriptjes te schrijven over hoe zijn netwerk eruit ziet, dingen te testen, et cetera. Het gaat veel efficiënter dan vroeger, want vroeger moesten we allemaal handmatig features engineeren. Maar tegenwoordig het kost nog steeds 3 maanden, maar kunnen we in ieder geval die algoritmes veel en veel beter maken. Maar het blijft niks specialers dan dat plaatje daar links. Dat moet je even in je hoofd houden, dat is belangrijk. Gaat dat goed? Ja, dat gaat goed. Zelfs dit, hè. Dit is het spelletje Breakout, ooit gemaakt door Steve Jobs en Steve Wozniak in een iets minder lucratieve periode voor Apple. Spelletje Breakout, kennen jullie dat spel? Ja? Gespeeld vroeger? Dit is een AI gemaakt door Google DeepMind en die leert dit spelletje zelf spelen. En dat doet het AI aan de hand van de pixels van het scherm. Dus je ziet eigenlijk niks anders dan een persoon ook ziet. Je krijgt de pixels van het scherm als input, plus de score die je uiteindelijk daarboven ziet. En wat hij dan moet doen, is de actie voorspellen. Ga ik naar links, ga ik naar rechts of blijf ik in het midden staan? Dat is wat het algoritme doet. Het klinkt heel speciaal, hè? Het klinkt best wel spectaculair dat een AI zichzelf dat aan kan leren. Maar uiteindelijk, je zal straks zien, dat is wel grappig, dan heeft hij zichzelf een trucje aangeleerd. En dat werkt dan heel goed om het spelletje uit te spelen. Komt hij dan, denk ik? Ja, daar gaan we. Ja, hebben ze. Dat leert hij zichzelf aan. Binnen 3-4 uur leert hij dat hij dit een hele goede manier is om het spelletje te spelen. Best spannend. Maar uiteindelijk, ook al hoe spectaculair dit er ook uitziet. Dit algoritme is niks anders dan een hele grote dataset van inputplaatjes met daarbij een actie die genomen is. En dan probeert hij te voorspellen wat dan de uiteindelijke score is die hij daar gaat krijgen. In de volgende tijdstap. Dat is de dataset. En als je dat kan, ook zie je een vraag, ja? Ja. Je hebt het ook over een neurale netwerk. Ja. Maar wat een neurale netwerk kijkt, een neurale netwerk model, simuleert ze van wat wij in de hersenen. Grofweg, ja. Ongeveer hoe we in 1950 dachten dat de axon van een inktvis werkte. Zo goed werkt het, ja. Maar goed, ja. Nee, het is een formule die zichzelf uitschrijft, ja. Het is wel een soort van formule. Want wat je eigenlijk doet als ik zijnde, je pakt een hele grote dataset, dan schrijf je een scriptje met hoe je neurale netwerk eruit moet zien. En dat is allemaal gewoon beschrijvingen van wat die moet doen. En daar zitten dan parameters in die dan gewijzigd kunnen worden. En ik schrijf ook uit hoe die de parameters dan gewijzigd moeten worden, heel simpel. En uiteindelijk wordt dat scriptje gedraaid en komt er een output uit. Dus het is een algoritme. Heel makkelijk. Het klinkt heel speciaal, maar het is niks anders dan een scriptje. Beantwoord jouw vraag een beetje? Nee, behalve als ik het uitteken. Ja, klopt. Ja. Meestal zit het gewoon in de computer en doet het iets. Ja. Maar goed, puntje hier dus. Als je een stap zet met het algoritme, wat hij geleerd is op basis van de dataset, het enige wat hij hoeft te doen, is elk plaatje wat hij krijgt, gaat hij proberen. Moet ik naar links, moet ik naar rechts of moet ik naar boven? Wat geeft mij de hoogste score? En dat doet hij dan elke tijdstap. En uiteindelijk leert hij het spelletje goed spelen. Alleen maar op basis van de dataset die hij zelf opbouwt van inputplaatjes, acties, en probeert hij de score te voorspellen. 1 seconde. En ook AlphaGo is zo gemaakt. Dus dat algoritme wat dat Go-spelletje heel goed speelt, is niks anders wat hij doet, hè? De intelligentie die erachter zit, is pak een bord, probeer te voorspellen aan het eind van het spelletje of je daarmee gaat winnen of verliezen. En het enige wat je daarna hoeft te doen is een soort van boomstructuur te maken. Dat je begint in de eerste, op het huidige bord. Ik leg allemaal verschillende steentjes neer op allemaal plekken. En dan kijk ik wat mij de beste score geeft. En dat is hoe AlphaGo gemaakt is. Dus het klinkt heel spectaculair. Maar uiteindelijk is dat wat erachter zit best wel simpel. Ik had een vraag daar. Ja. Ja. Maar kan me voorstellen dat het exponentieel is, of niet? Nou, ja, je kan exponentiële lijnen hebben inderdaad. Ja, heel veel non-lineariteit krijg je erin. Dus meestal heb je niet zo'n lijn die je doorheen trekt. Maar dat zijn de functies die er zo uitzien bijvoorbeeld. En als je daarvan heel veel van samenvoegt, dan krijg je hele maffe functies die we ook niet meer kunnen visualiseren. Dus allemaal functies in 300 dimensies en dergelijke. Nou, dat krijg ik niet op een slide, jammer genoeg. Maar inderdaad, je krijgt veel complexere functies dan dat lijntje. Dat is wel zo. Maar het principe is hetzelfde. Over dat Alpha. Ja, ik let op de tijd, precies. Over dat AlphaGo gesproken. AlphaGo werkte heel goed. Dat hebben we toen geprobeerd zelf toe te passen in een soort van hackathon bij Cypher. En dat probeerden we Stratego te laten spelen. Het werkte voor geen meter. Dat werkte echt niet. Waarom niet? Ja, bij Stratego, dan zie je niet het hele bord. Heel veel van die stukken zijn omgedraaid. En dan kan het algoritme kan daar niks mee. Dus eigenlijk zijn heel veel van die AI-oplossingen nog steeds puntoplossingen. Ze worden getraind op die dataset. Die dataset bestaat maar uit 1 taak, uit 1 ding. En veel meer doet die AI niet.
Dus hoe intelligent we ook denken dat zo'n AI doet, het doet niks anders dan die schaakcomputer van 20 jaar geleden, waar IBM Kasparov mee versloeg. Het kan één ding heel goed en de rest niet. En eigenlijk als je een lijst maakt van alle dingen waar AI niet zo goed in is, krijg je best een lange lijst. Hè? AI heeft heel veel voorbeelden nodig om iets te leren. We hebben miljoenen plaatjes nodig, nou, als mens niet. Het heeft geen common sense, het generaliseert niet. Het kan niet goed conceptualiseren en redeneren. Creativiteit heeft het ook niet, hè? Dat doet alleen maar die dataset. Om er geheugen in te krijgen is heel erg lastig, daar hebben we heel veel moeite mee. En ook uitleggen waarom beslissingen gemaakt worden, dat is echt best wel lastig binnen zo'n groot neuraal netwerk. Nou, als jullie collega's hebben die aan deze lijst voldoen, zijn die slim? Hebben jullie die toevallig? Nee, volgens mij niet, hè? Dus eigenlijk als je zo'n lijst maakt, waarom zijn we eigenlijk zo bang voor die AI? Hè? Het is helemaal niet zo slim. Het enige wat het doet, ook al doet het hele spectaculaire dingen, is die input en die output mappen met elkaar. Ik denk ook eigenlijk dat AI een hele slechte naam is voor waar we nu mee bezig zijn. Met die algoritmes die we aan het maken zijn. We zouden eigenlijk veel liever moeten zeggen dat het een teachable software tool is. Het is teachable omdat we het kunnen leren aan de hand van voorbeelden. En hopelijk kunnen jullie dat allemaal doen op een gegeven moment. Het is software, want het is geen hardware. Simpel. En het is een tool. Het is niks anders dan een hamer die we kunnen gebruiken om mooie algoritmes te maken. Een hamer kun je ook gebruiken om een mooi huis te maken. Je kan het ook voor slechte dingen gebruiken. Een hamer kan je gebruiken om iemands hersens in te slaan als je zou willen. En uiteindelijk heeft het ongeveer dezelfde intelligentie als diezelfde hamer. Interessant, hè? We zijn allemaal bang voor die Terminator, maar nu zeg ik dat het eigenlijk heel erg dom is. Wat misschien ook wel interessant is dat ik een AI-bedrijf heb. En het klinkt wel heel erg alsof ik er heel negatief over ben. Maar dat is niet zo. En dat is dan zo'n beetje de laatste slide. Een tijdstechnisch gezien. Want de potentie van de AI is wel echt geweldig. Op dit moment zijn er 1,25 miljoen mensen die elk jaar verongelukken in het verkeer. Als we straks zelfrijdende auto's hebben, dan laten de ramingen zien dat we daar 90% minder van kunnen hebben. En dat vind ik geweldig. Ook alle devices die we nu al bij ons hebben, die gaan veel en veel slimmer worden. En gaan echt leren van jou, zoals jij wil dat die apps werken en je interfaces werken. En gaan zich ook omvormen naar jou. Zodat je niet steeds dezelfde irritante NOS-berichten krijgt over het Koningshuis, terwijl je het Koningshuis niks aanvindt. Dat moet veranderen. Heel, heel belangrijk. De derde grootste leading cause of death in Amerika, dat zijn medische ongelukken. Ook in healthcare kunnen ervoor zorgen dat we algoritmes laten trainen door de doktoren, zodat ze hun werk helpen en misschien dat ook wel beter gaan doen uiteindelijk. We kunnen het aantal mensen dat doodgaat door medische ongelukken met een heel grote hoeveelheid verminderen. En we hebben het ook over die AI-assistenten, dat noemde ik net al. Ook huge, hè? Apps die zich naar ons om gaan vormen. Hier word ik heel erg enthousiast van, dit soort toepassingen. Het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit of die AI intelligent is, of dom, of wat dan ook. Het gaat er mij om dat wij daar toffe dingen mee kunnen maken. En daar ben ik voor. En ik hoop ook straks in de komende presentaties, de tweede presentatie van IBM en de derde presentatie van... Dat hoor je straks, ja? dat naar voren komt. Die geweldige applicatie met AI kunnen maken. En ik hoop dat ik het hiermee voor jullie een beetje perspectief heb kunnen plakken. Dat AI slim is, maar ook dom is. Maar dat we er wel heel toffe dingen mee kunnen doen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dankjewel, dankjewel Tijmen. Er zijn vragen. Ja, vuur. Als je ervoor kunt zorgen dat er zoveel mensen niet doodgaan, dan moet je ook over nadenken hoe je ze dan in leven houdt. Want dan heb je weer een extra probleem, toch? Ja, maar dat laat ik lekker aan de politiek over. Die mogen dat allemaal oplossen voor mij. Ja, kijk, er zijn heel veel problemen hiermee. Hè? Ook op het moment dat er heel veel werk geautomatiseerd gaat worden, gaat ook problemen opleveren. Want letterlijk wat ik zei, die deep learning software die kan eigenlijk dezelfde input als wij pakken en dan dezelfde beslissingen leren maken. Dat gaat gewoon heel veel automatiseren, dat gaat gebeuren. En de politiek moet daar wat mee doen om dat op te lossen. Het liefst zo snel mogelijk, maar ja, ik heb er verder weinig invloed op, jammer genoeg. Maar eens, ja. Nog meer vragen? Even voor de goede orde, we hebben, misschien bij Tijmen dat ook nog niet, elke avond hebben we live streaming. Dan kijken meestal zo'n 2 à 3 keer meer mensen dan hier in de zaal zitten. Dus als mensen thuis vragen hebben aan Tijmen of wie dan ook, stel ze via Twitter, dan komt het goed. Is het nu duidelijk wat artificial intelligence is? Iets meer dan ongeveer zo'n 30 minuten geleden. Ja? Eén hele pragmatische vraag. Je hebt het over genoeg voorbeelden. Ja. Wat is genoeg? Wanneer is het genoeg? Ja, het is nooit genoeg. Dat is het eigenlijk, ja. Wij zijn een soort datamonsters. Hoe meer data, hoe beter die algoritmes werken. Ja, het hangt er vanaf. Als jij naar Facebook kijkt, die hebben zo intens veel data. Die kunnen facial recognition algoritmes leren met 1 miljard voorbeelden. Dat is briljant.
Ik denk dat je er met 1 miljoen ook al genoeg bent. En voor sommige makkelijkere cases kan je al algoritmes gebruiken die al bestaan. Hè, bijvoorbeeld een image recognition algoritme. En het enige wat je hoeft te doen is een beetje fine te tunen, een beetje aan te passen, zodat het voor jouw case beter werkt. En dan kan je met 1000 voorbeelden heb je ook al genoeg. Dus deze vraag krijg ik altijd, maar is eigenlijk jammer genoeg niet te beantwoorden. Het hangt heel erg af van onze gut feeling en hoe moeilijk je case is. Beantwoord dat jouw vraag? Super. Okay. Heel hartelijk dank, Tamme. Dankjewel. Heel bedankt.